Ik ben Julissa en ik ben een student in coronatijd. Hoe mijn dag eruit ziet. Die begint meestal om half tien. Dan staat meestal mijn eerste meeting van de dag op de planning. Je zal denken, dat is vroeg genoeg. Ik kan in alle stilte de meeting bijwonen. Maar niks is minder waar. Onderweg naar beneden naar de keukentafel, waar de visie perfect zou moeten werken. Kom ik mijn broertje van 9 tegen, die al twee maanden via Shoby online les krijgt? Maar we zitten niet alleen met z'n tweeën aan de keukentafel. Nee, al snel staat mijn zusje van 16 ook aan om haar, online, om haar online les via Teams te kunnen volgen. Een gezellige boel, zou je denken. Maar mijn zusje van 4 is, al, is ook al even wakker en komt kijken wat haar broer en zussen aan het doen zijn. Deze kleine lieve tiran weet wel van herrie schoppen. Tien minuten voor mijn meeting vraag ik nog eens of ze allemaal stil willen zijn. Anders kan ik het niet volgen. Mijn moeder belooft, tuurlijk schat, ik hou ze wel even bezig. Heel stil is het niet. Tijdens de meeting heb ik nog even of het toch nog iets stiller kan. Mijn moeder doet haar best om de rust te bewaren, maar dat is lastig. Maar dat is lastig, want de kleintjes moeten ook kunnen spelen. Dit is iedere dag mijn leven sinds de huidige lockdown van kracht is. Zeer chaotisch, vermoeiend en vervelend om op zo'n dag met iedereen rekening te moeten houden. Niet makkelijk dus om thuis te werken of te studeren. Door corona zijn op alle hogescholen en universiteiten de fysieke lessen al langer dan een jaar ingeruild voor online lessen. Dus geen klaslokaal, geen gezelligheid met klasgenoten en geen rondjes naar de kantine voor dat lekkere broodje. Dus met mijn broertjes en zusjes de hele dag rond de keukentafel. En dan heb ik eigenlijk nog geluk. De meeste studenten zitten helemaal alleen in hun studentenkamer, opgesloten met hun laptop als enige contact met school en wereld. Voor ons allemaal geld. Geen werkgroepen, geen motiverende verhalen van medestudenten. Geen goede begeleiding. En helaas ook weinig creatieve lessen. Vaak zet de docent door een stapel dia's en roppelt zijn verhaal af. Na 45 minuten gaat de knop om. Geen nabespreking, geen kans om vragen te stellen en weer zit je in je eentje. Want veel sociaal contact is op dit moment niet mogelijk. En van dat eindeloos thuiszitten word je ook niet bepaald vrolijk. Nee, geen spannende studententijd waarin je experimenteert en leert... waarin je contact en ervaring opdoet voor de rest van je leven. Volgens hoogleraar, ontwikkelingspsycholoog, volgens, hooglaar, volgens hoogleraar ontwikkelingspsychologie... en puberbreinexpert Evelien Kroon van de Erasmus Universiteit Rotterdam... zal dit de studenten op latere leeftijd parten kunnen spelen. Wat nu ook vaak misgaat... Zijn de stageplaatsen. Ik had geluk. Ik heb vorig jaar en dit jaar een stageplek gevonden. Ik heb de juiste mensen om mij heen die mij in deze moeilijke tijd helpen en mij blijven motiveren. Maar dat geluk heeft niet iedereen. Een vriend moest door corona zijn stageperiode afbreken. Daardoor, liet, daardoor liep hij studievertraging op, is nu heel gedemotiveerd en ziet het studeren niet meer zitten. Hij zit zelfs tegen het randje van depressie aan. Meer betrokkenheid van zijn stagebegeleiders en zijn, en zijn docent zou geholpen hebben. Zou helpen. Want dat mis ik. Dat missen mijn medestudenten. Betrokkenheid. Betrokkenheid van docenten en studiebegeleiders. Van stagebegeleiders en schoolleiders. Betrokkenheid bij onze colleges, onze werkgroepen. Bij ons leven. Want dit zou een vormde tijd moeten zijn. Spannend en inspirerend en niet zoals het nu is. Saai en deprimerend. Want dat gaat ons zeker part spelen. Ik voel het nu al. De twijfel slaat toe. Want hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat wil ik naar mijn studie gaan doen? Verder studeren of volgens werken? En vind ik dan wel een baan? Ik ben zeker niet de enige die zich dit allemaal afvraagt. Wat we willen is eigenlijk heel eenvoudig. Meer betrokkenheid. Bij ons leven en bij onze toekomst. Daar hebben we recht op. We hebben recht op meer antwoorden. Meer perspectief. Meer betrokkenheid. Niet alleen nu tijdens corona. Maar ook daarna. Anders wordt mijn generatie een verloren generatie. En dat mogen we niet laten gebeuren. Maar hoe kan het anders? Beter. Dat kan als docenten en studenten de handen ineens slaan om deze crisis door te komen. Onze docenten zouden meer kunnen doen dan dat ze denken. Door meer één op één gesprekken te voeren met studenten om hun vragen te beantwoorden. Om hun om ons beter te begeleiden in onze studieloopbaan. Door meer contact te creëren tussen werk en studie? Door studenten beter voor te lichten? Meer toekomstperspectief te bieden? Door meer en beter te communiceren over wat er wel kan en hoe studenten die dat nodig hebben hulp kunnen krijgen? Door grotere betrokkenheid? Niet alleen tijdens deze crisis, maar altijd. Zodat het studeren beter, soepel en probleemloos kan verlopen zodat studenten meer zekerheid en perspectief krijgen als het gaat om hun toekomstplannen. Zodat studenten worden gestimuleerd in wat ze kunnen bereiken en meer vertrouwen krijgen in hun eigen kennis en kunde. Daarom roep ik alle docenten, scholen en schoolleiders op om meer te investeren in studenten. Meer aandacht, meer tijd, meer betrokkenheid. Want alleen dan hebben mijn medestudenten en ik echt een perspectief. Echt een toekomst. Alleen dan is onze, studie, onze studietijd waardevol. Voor nu en voor later. Want ook al leven we in een tijd waarin het virus de overhand neemt, laat dat niet ten koste gaan van onze toekomst.